Hij heeft duidelijk een spoor. Dus ik laat hem gaan en dan gaan we kijken waar we heen gaan. Dit is geen normaal rondje met de hond. Argos is namelijk een speurhond en samen met zijn baasje Patricia wordt hij steeds vaker ingeschakeld om vermiste huisdieren op te sporen. Vandaag zoeken we naar Spooky, de kat van Patty Hartman. Het beestje is al 3 weken kwijt. Hij gaat altijd graag op pad en dan komt altijd 's morgens weer terug, alleen nu niet. Het enige wat we vandaag nodig hebben is de geur van Spooky. Hij ruikt en dan gaan we zoeken. Ga maar zoeken. Een stevig paar wandelschoenen en een flinke dosis doorzettingsvermogen. Want Argos weet van geen ophouden. En dus struinen we half Nieuw-Vennep af. Op zoek naar Spooky. Soms met gevaar voor eigen leven. En wat schrikt het niet af als een hond zo vlakbij zo'n kat komt die je zoekt, bijvoorbeeld? Ja, dat is. Daarom vind je hem eigenlijk ook niet tijdens het speuren. Meestal niet. En als ik ook denk dat we heel dicht in de buurt zijn, dan neem ik ook afstand. En dan laat ik de eigenaar altijd even roepen. Want dan zou je hem alleen maar opjagen, zeg maar. En daarom is aan het einde van de zoektocht een kaartje te zien met waar wij, en dus Spooky ook, hebben gelopen. Hierdoor kan Patty gericht flyers ophangen en hopen op een goede afloop. Dus ik wil iedereen vragen uit te kijken naar mijn lieve schat. Want hij wordt heel erg gemist.